Vrijdag 11 april vond op het Muntplein in Brussel de No Hate Media Stunt plaats. No Hate is een actie die cyberpesten en haatspraak wil aanpakken. We doen dat eigenlijk vandaag door talenten in de verf te zetten. Talenten van jongeren, dat kunnen heel kleine talenten zijn. Er is iemand die geld gaat vouwen. Maar dat kunnen ook heel grote talenten zijn. Hier achterbij staat een hele bamboe-constructie. En door die talenten in de verf te zetten, maken we wat onbekend is, bekend. Wie je beter kent, ga je minder snel pesten. Sommige deelnemers kwamen zelf al in aanraking met cyberpesten en besloten daarom om mee te doen. Mijn talent is vooral lenigheid, dingen ontwrichten en buigen en ja, zo handstand en zo. Op school werd ik soms bedreigd door mensen via internet, vooral via Facebook dan. Maar ik heb dat dan gewoon opgelost door dat gesprek af te printen via Word en door te geven aan de directie, zodat zij dat verder konden oplossen. Ja, het is veel op de sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, dat er eigenlijk veel wordt gepest en dat er eigenlijk niets aan gedaan wordt. Ik vind deze wel een goed initiatief om dat aan te kaarten. Ook minister Pascal Smet kwam de actie een hart onder de riem steken. Ik vind het heel goed dat jongeren vanuit hun eigen leefwereld naar andere jongeren zeggen dat ze beter elkaar, heel vriendelijk met elkaar omgaan. Ik denk dat de beste manier om cyberpesten te voorkomen is zich er bewust van te zijn welk leed je kan veroorzaken met je woorden. En dan gewoon tonen wat je woorden kunnen betekenen voor mensen. Tijdens de zomer zullen de jongeren ook actie voeren op verschillende festivals. Er is ook een website gelanceerd. Op nohatevlaanderen.drupalgardens.com kan je terecht met al je vragen rond cyberpesten.